De king of kickboxing. Wereldkampioen. Een man met twee gezichten. Zachtaardig buiten de ring, een killer daarbinnen. Wat gebeurt er in zijn hoofd tijdens een wedstrijd? Hoe kijkt hij terug op het gevecht tegen Badr Hari? Ik ben benieuwd naar deze man die ondanks een zware jeugd zijn jongensdroom waarmaakte. Zijn er nog tegenstanders die het te moeilijk kunnen maken? Of is het tijd voor iets heel anders? Ik hoop dat hij mij heel laat. Hey, zo, nice. Kijk. Rico. Rico. Aangenaam. Hey. Ja, leuk. Aangenaam, ja. Zo, hier gaan wij de aankomende 24 uur doorbrengen. Ja. Ja, leuk. Nou, dat is echt dat is mijn plek, hè. Allemaal trainingsspullen. Het heeft nog nooit zo vol gestaan met spulletjes, hè. Nee, ja, lekker. Ik vind het lekker om wel een beetje bezig te blijven. Ja. Dus, elke dag? Ja, elke dag. Nu is het eigenlijk wel wat rustiger. Maar dan blijf ik wel gewoon lekker trainen. Gewoon lekker bezig blijven eigenlijk. Gewoon mijn lichaam geprikkeld houden en de geest vooral. Ja. Als ik dat niet doe, dan dat ik onrustig word. En heb je wel eens echt vakantie? Dat je echt 2 weken niks doet? Nou, die heb ik eigenlijk wel achter de rug. Zeg maar nu... Na de tiende heb ik eigenlijk... Ik ga even zitten, hoor. Ja, ga lekker zitten. Wil je koffie of thee? Dan doen we een kopje thee. Ja? Ja. Dus zeg maar, na de tiende heb ik eigenlijk wel... even lekker ontspannen. En eigenlijk niet getraind. En toen kwamen de kerstdagen er alweer aan. Dus toen was eigenlijk het gezin ook blij dat ik thuis was. Ja, het was zo erg dat... Wij kijken met als gezin zijn ook, we leven uit... Of we leven echt naar die wedstrijd toe. Omdat na die wedstrijd, dan is die druk eraf. En dan ben ik wat meer zen. En dan ben ik meer thuis. Ja. En zegt mijn dochter gewoon, dus de week na de wedstrijd. Dus dat ik al die media dingen aan het doen ben. Papa, je hebt gebokst, maar je bent nog steeds niet thuis. Dus dat, dat deed wel even pijn. En wat is niet thuis? En als je naar zo'n wedstrijd gaat, wat is dan niet thuis? Hè? Dan ben je gewoon eigenlijk best wel een botte lul. Ja. Ja, gewoon egoïst. Ik ben alleen maar met mezelf bezig. Maar ja, dat is mijn ding. Ik kan niet anders. Die ingrediënten heb ik nodig om klaar te stomen voor een wedstrijd. Alleen, ja, iedereen en alles eromheen, die lijdt eronder. Ja. Ja, het is echt heftig. Het is echt heftig. En ik ben een persoon die nooit genoeg gedaan heeft. Dus voor mij is het nooit genoeg. En... Dat is mijn kracht, maar tegelijkertijd ook mijn zwakte. Omdat ik ga heel vaak te ver. Ik wou zeggen bijna te ver, maar eigenlijk ga ik altijd te ver. Omdat ik kan niet stoppen. En maar de basis is voor mij, ik wil niet verliezen op conditie. Als ik verlies op conditie, verlies ik van mezelf. Heb je wel eens verloren omdat een ander beter was? Nee, eigenlijk niet. Tuurlijk, ik heb wel eens een geraakt, je gaat neer. Ik ben ook wel eens knock-out gegaan. Maar gewoon dat ik zelf fout maak. Hij gooit een stoot en die raakt hij achter op mijn hoofd en ik zag hem niet eens aankomen. Dus en alles wat je niet ziet aankomen, komt 2 keer zo hard aan. Ja, als je er zo over praat, lijkt het me helemaal niet zo'n moeilijke sport. Nee, daar valt ook best mee. Nee, je moet gewoon goed zien aankomen. Ja. Goed opletten. Ja, je moet opletten. Ja, dat is een beetje de basis. Thee. Daar waren we. Wanneer wist jij dat je gemaakt was om wereldkampioen kickboksen te worden? Voordat ik... voor mijn echte grote kampioenschap ging vechten voor de eerste keer. Toen zat Jackie vol in de... Ging ze richting de examens om verpleegkundige af te studeren. Ik zeg, ik ga je nu vragen om te stoppen met je werk, met je opleiding. En mij vol te supporten in dit stukje. Die laatste 2-3 maanden na deze wedstrijd, na dit kampioenschap toe. En toen kon ik $250.000 winnen. Dus dan, daarna zit je gelijk in een heel ander leven natuurlijk. Dus ja, ik had echt keihard getraind. We hadden er alles aan gedaan. Als ik thuis kwam, stond het eten klaar.
Ik kon slapen, ik hoefde niet op de kleine te passen, ik hoefde er 's nachts niet uit. En het is niet dat ik dat niet wil, maar dat is de cocktail, zeg maar, om in perfecte shape te zijn. En dat is belangrijk. En gewoon 2 weken voor die wedstrijd, gaan de hondjes uitlaten, we lopen buiten. En zij is ook gespannen. Ze zegt van, ja, hoe voel je je, weet je? Ik zeg, ik kan het niet uitleggen. Ik zeg, ik voel me al kampioen. Ik had zo hard getraind. Alles liep gewoon zoals het moest lopen. Ik zeg, ik voel me al kampioen. Ik zeg, ik hoef het alleen nog maar uit te voeren. En ik zeg, over 2 weken, ik zeg, kunnen onze levens helemaal anders zijn. Toen won ik die wedstrijd op punten. Ja, dat was gewoon... Ik zakte op mijn knieën, ik moest huilen. Ik was net 24. En ja, je levensdroom komt uit. Wereldkampioen kickboksen worden. Ik had zeg maar die dag daarna, op dat moment, had ik dood neer kunnen vallen. Maar waar ik voor gemaakt ben, heb ik gepresteerd. En dat was wereldkampioen worden. Dus dat was dat is zo bizar. Wat een ding, zeg. Ja, tof, hè? Zwaar. Ja. Dus dat is echt, ja, gewoon de... Ja, het gaat eigenlijk vooral om de emotionele waarde die eraan zit. Dit, het gaat niet eens echt om het ding, maar het is gewoon, ja, gewoon het werk wat erin zit. Ja. World champion. Ik zei nog toen ik hem voor het eerst gewonnen had. Ik ga er gewoon mee slapen, alles. Ik ga er gewoon in leven. Dit wordt gewoon mijn leven. Hey, man, doe me eens om. Ja, maar dit is... Ja, dit is toch baas, of niet? Zo voel je toch een baas als je... Dat is anders, ja. Dus dan sta je daar en denk je van... Gewoon de allerbeste van de wereld. Dus, ja, dat is echt bizar. Echt een mooi gevoel. Ja, maar ik sta nu naast jou en ik voel dat het... Dat ik het ben. Ongelooflijk, ja. Ja, die gaan we daar zetten. Ja, je hebt net het gevecht gehad met Badden. Ja. Dan ben jij echt een ander. Ja, dan ben ik een ander persoon. Daar staat iemand. Veel. 2 keer zo groot. Ja. 3 keer zo eng. Ja, ja, dat is... Waar zit jij dan? Ik ben wel op mijn plek op dat moment. Omdat ik geestelijk... Ik ben in een soort van andere wereld. En op het moment dat ik in die andere wereld ben, ben ik daar, ben ik op mijn plek. Want op het moment dat ik in de ring sta, dan denk ik van... Yes, we mogen weer. Ah ja? Ik mag mijn kunstje weer laten zien. Dan denk ik van yes, weet je wel, daar gaan we weer. Dus ik vind het echt leuk. Ik wil gewoon graag laten zien dat ik de beste ben. Dat ik gewoon in wat ik doe, dat ik daar de allerbeste in ben. En dat ik het beste getraind ben, dat ik het fitste ben en dat ik het langste vol kan houden. Want dat is gewoon... En hoe bouwt zich dat op? Want je zegt, ja, dat duurt 2 maanden of zo. Dat je ergens begint met je mentale voorbereiden op zo'n wedstrijd. Ja, ik ben letterlijk elke dag met die wedstrijd bezig. Dus ik kijk video's van mijn tegenstanders. En dan, ik zoek naar een patroon. Ik ben op zoek naar een patroon. Hoe deze man beweegt. Wat hij vaak doet. Hoe die reageert op bepaalde acties. Je zei ergens, het is kickboksen is schaken. Ja. Het is gewoon set voor set. En jij ziet al, je komt langzaam in een state of mind waar je heel veel setten vooruit kunt denken. Juist. Het is wat je zegt, het is set voor set. Alleen op het moment dat ik set, ben ik in mijn hoofd al aan het voorspellen hoe hij zou reageren. Op bepaalde acties heb je gewoon een vast patroon eigenlijk, hoe mensen zouden kunnen reageren. Op een logisch patroon, hoe mensen zouden kunnen reageren. Dat zit gewoon in je, dat is in die printplaat. Dat zit gewoon helemaal in je systeem. Ja. Dus ik weet, oké, als ik dit doe, hij doet dat. Snap je? Dus daar denk ik, dus je zit al 2-3 stappen vooruit. Oké, als hij dit doet, doe ik dat. Doet hij dat, dan doe ik dit. Ja? Dus je bent echt aan het zoeken. Dus wat ik zeg, het is echt een spel. Alleen ja, je weet uiteindelijk nooit wat de beste optie is. Alleen het is, go with the flow. Want het ziet eruit dat je de ring in komt en dan het gewoon een groot vertoon van macht en van kracht.
En veel minder zie je hoeveel plan en idee erachter zit. Ja, ik ben daar echt een freak in. Ik ga echt heel ver. En daarom denk ik dat ik nu ook al 3,5 jaar aan de top sta. Ja. En niet gewoon aan de top, maar gewoon met kop en schouders overal bovenuit steekt. Hoe ging je het gevecht met Badr in? Hoe had je hem gelezen? Wat hij zelf ook zegt, hij is een emotioneel. Hij is een emotioneel persoon. En voor mij was de bedoeling om hem in die emotie te krijgen. Dat hij zijn eigen ging verliezen eigenlijk. En dat hoe krijg je hem daar? Ja, om hem boos te maken. Gewoon proberen gewoon steekjes te zetten. Ik vond dat hij werd al heel boos in de stare-down. Ja. Zat hij zich helemaal op te blazen. Het gevoel van dat hij zijn eigen bijna niet in kan houden. En dan denk ik, ja, voor mij alleen maar goed. Ja. Voor mij is het, ik ben gewoon ontspannen. Ik doe gewoon wat ik moet doen. Ik werk hier naartoe. En ik ben helemaal klaar voor dit moment. En ja, weet je, dus ik krijg natuurlijk op straat heel veel mensen die op je afkomen. Goh, Badr Hari. Maar voor mij is het gewoon een man, twee armen, twee benen. Ja. Ik dacht alleen maar van, als de bel gaat, ben jij voor mij. Dus, en dat, ja, dat werkte. Hoe lang blijft zo'n gevecht van Badr in jouw lichaam zitten? Dan moet ik zeggen dat deze wedstrijd eigenlijk niet heel veel impact lichamelijk en fysiek op me heeft gehad. Maar ja, geestelijk zal hij er nooit meer uitgaan waarschijnlijk. Nee? Nee, ja, het was zo tof natuurlijk. Je wint. Weet je, er wordt gezegd over wat een anticlimax. Maar voor mij is winnen. En natuurlijk, het liefst had ik hem nog uitgeslagen. Want dan had ik gewoon gelijk boom stempel gezet. Ja. Maar ja, weet je, als de rematch er komt, doe ik het in de rematch. Kijk, en uiteindelijk, hij geeft gewoon op. Hij geeft gewoon op omdat ik hem tegen zijn arm aantrap. Dat is de basis. Hoe lang blijf je daarin? Dat je een soort messias door die... Een dag of drie, denk ik. Ja? Dan zakt dat langzaam zo wel. Sta je op Pookstag, zeg je tegen Jackie, wie dan? Wie dan? Niemand. Wie is die dan? Hey, niemand. Hey, wie staat hier? Hey, wie is de king? Ja, daarom. Ja, dat blijft nog. Ja, dat blijft wel even, ja. Ja? Maar, wat erg voor Jackie. Ja. Gewoon echt wel twee dagen of zo. En ik denk wel, boom! Wij zijn ook wel hyped. Wij vinden het ook wel echt tof. Dit is waar we voor leven. Dit is waar wij naartoe werken natuurlijk, hè. Maar ik voel mezelf niet beter als iemand anders. Daar zit een verschil in. Dus ik voel mezelf, ik ben een baas. Ik doe gewoon wat ik doe, ben ik gewoon de allerbeste in. Maar op het moment dat ik op straat ben, dan ben ik zo. Ben ik gewoon ontspannen, ben ik gewoon een mens. Ga ik gewoon boodschappen doen. En ja, dan als mensen op de foto willen, kunnen ze gewoon even een foto vragen. Of even een praatje maken. Ik ben overal wel voorin. En daar ben ik wel heel blij mee. Dat ik dus dat ik nu hier ben, dat ik mensen de persoon kan laten zien. Zodat ze ook de persoon zien achter de vechten. Ja. En daar zit wel een verschil tussen natuurlijk. Ja, ik heb als doel nu, ik wil wel ergens deze 24 uur het gevoel hebben dat de vechten... Wie dan? Ja. Ja. Nou, dat gaan we dadelijk met... We gaan eerst even eten. Ja, we gaan eten. Even laten zakken, dan gaan we even trainen. En dan krijg je wel dat stukje van wie dan. Is Jackie er altijd bij de wedstrijd? Ja, bijna altijd wel. 9 van de 10 keer. Ja? Maar ik vind het ook fijn dat ze even komt kijken. Want ze hebben ook verstand van hoe het werkt. Dus ze is natuurlijk meegegroeid met het geheel. Dus ze ziet ook dezelfde dingen als met trainer Dennis. Ik vind het ook wel heel fijn als ze even gewoon komt kijken. Ja? Bij het trainen. Ook bij het trainen? Ja. Heeft je oudste dochter jou wel eens niet vecht? Na afloop. Nooit live. Nee? Nee, maar ik bedoel, dat heeft ze wel gezien. Ze heeft wel de beelden gezien. Ja, dus ze heeft haar eigen vader wel in zo'n ring zien, zien trappen, beuken, ontwijken, dansen. Mijn papa is de beste, zeg ik. Mijn papa is kampioen. Ja, maar is ook zo. Ja. Is lekker. Ja, dat is leuk. Dat is wel heel leuk, ja. Het lijkt me zo raar dat je als kind ziet dat je vader voor zijn bek wordt geslagen. Ja, maar het is maar net waar je aan gewend bent. Waarom zou je kind op kickboksen doen? Voor zeker in de hedendaagse maatschappij. Dat je gewoon een beetje weerbaar. Dat je weerbaar bent. Maar ook gewoon, ze krijgen zelfvertrouwen. Ze hoeven het niet te gebruiken, maar dat ze gewoon lekker in hun vel zitten. Dat ze zich zeker voelen. Ja, dat ze zich zeker voelen.
Wordt er in de sport al heel veel aandacht besteed aan hoe je met je tegenstander omgaat? Hoe je... Ja, en dat vind ik heel belangrijk. En dat is ook wat ik graag vertel en graag uitleg aan kids of whatever in het zakenleven, weet je wel. Gewoon dat probeer ook je partner of andere mensen ook te begrijpen. Waarom reageren ze zo? Weet je, als je spiegel naar wat ik net zei, je spiegel naar jezelf draait. Je zegt, hey, misschien wat ik zei, vond hij of zij helemaal niet tof. En daarom reageert ze zo. Dus daarom ben ik van mening dat het voor iedereen goed is. Gewoon omdat iedereen op een bepaalde manier in zijn leven wel frustratie heeft. En dan blijf je gewoon een soort van mentaal in balans. Ik heb wel eens hele slechte... Ik blijf hier gewoon zitten. Ja, ga dan. Ik heb hele slechte K1-vechters. Maar slecht niet dat ze slecht zijn, maar slecht denken. Die zeiden, ik ga gewoon de ring in en ik ga eerst kijken of ik zijn kniebanden kan scheuren. Want dan staat hij zeker niet meer op. Dat kan. Mensen kunnen zo de ring. Ja, dat kan een motivatie zijn. Maar ja, voor mij niet. Voor mij werkt dat niet zo. Nee. Nou, je moet zorgen dat de ander jou geen pijn gaat doen. Juist. En op het moment dat ik jou een trap op je been geef, dan geef ik jouw hersenen een signaal naar je been. Dan denk je, auw. Ja, dat is een logische. Ja. Dan denk je, auw. Oké, dus eigenlijk wat je wil doen, is nee, mijn been, weet je wel. Moet je niet doen. Nee, dat moet je niet doen. Dat sta je boven open. Ja. En dus dat is het spel, zeg maar. Hoe je iemand systematisch... Kan slopen. Ja, slopen, ja. Demonteert, zo te zeggen. Uiteindelijk, als die wedstrijd geweest is, hoop ik gewoon dat hij ook weer terug naar zijn gezin kan. En ja, snel herstelt en de sport weer kan oppakken. Ja. En het is heel simpel. Ik gun iedereen het beste, maar mezelf net een beetje meer. En dat is gewoon, maar dat is een logische ding. Alleen, wat heel veel mensen hebben, is dat ze andere mensen niks gunnen. Ja. En als je iemand anders niks gunt, ga je het zelf ook niet krijgen. Dat is van mijn gevoel, is dat een soort karma. Wat leuk. Nou, dit klinkt heel logisch en het zou ook wel heel goed zijn, maar de meeste mensen die gunnen de ander echt beduidend minder. Ja, of helemaal niks. Ja, of niks. Ja, als dat ze zeggen, oh, kijk hem naar rijden in zijn dikke auto of dit en dat. Ja. Daar heb ik toch ook gewoon voor gewerkt. Misschien is mijn huis wel kleiner. En daarom vind ik het heel belangrijk dat mensen mij zien als Rico de persoon. En dat ik ook gewoon met mijn kinderen gewoon mijn dingen wil doen. En dat ik eigenlijk ook gewoon het liefst zo normaal mogelijk mijn leven blijf leiden. Dat merk je nu dat het wel steeds lastiger wordt, omdat iedereen je kent natuurlijk. Ja, ze willen allemaal wat van je. Ja. Kijk, bijvoorbeeld, ik was naar Preston Palace geweest. Ja, lekker, is een soort centerpark, zeg maar. Een soort all-inclusive ding in één overdekt gebouw. Dus ja, ik vind het heerlijk. Lekker eten, lekker ontspannen, lekker tijd met de kids doorbrengen. Maar wat ik niet vergeet, maar ik had het al gepland, zeg maar, voor de wedstrijd, geboekt. En dat iedereen je nu kent. Dus iedereen... Ze willen allemaal met je op de even foto. Even een fotootje, dit en dat. En dat, ja. Ja, dat wordt wel steeds lastiger nu natuurlijk. Ja. Ook voor het gezinsleven natuurlijk. Dus in principe vind ik het altijd goed. Alleen als ik aan het eten ben, dan zeg ik van, dat snoe even straks, ja. Ja. Nou, dat is het eigenlijk. Je gaat een beetje te zweten, Peter, of zie je nog te genieten van het uitzicht? Minimaal. Moet je even wat zwaarder zetten, hè? Een beetje tandje bijtrappen. Ja, heb ik. Ja. Ik fiets nu door een soort keukenhof, dus ik moet rustig aan doen. Oké. Kom, let's go. Come on. Oh, come on. En niet gehaald? 17 kilometer. Oeh, lekker. Er komt een trainer in beeld. Kom, dat je te langzaam loopt. Dat betekent dat je door moet lopen. Schiet in mijn kuit.
ik snap het. Presteren onder druk is altijd zwaar. Ja, ja, maar ik moet alles heel houden. Komt-ie. Ik ben nooit bang. Nee, ik ben nooit bang. Dat klopt. Tijdens een stare down voel ik veel emotie. Nee. Ik heb ook wel eens buiten de ring gevochten. Nee. Ik ben een goede acteur. Ik word een goede acteur. Goed. Voor een droomrol in Hollywood zou ik direct stoppen met kickboksen. Moeilijk. Ja, zeg maar. Ja. Ik heb in het kickboksen heb ik alles al gedaan. Is waar. Je mag het zo uitleggen. Imago is belangrijker dan de realiteit. Nee. Groente of chocola? Oeh. Die is echt, moeilijk. Ligt maar de periode. Doe maar chocola. Lekker. Vlees of vis? Vlees. Droom of werkelijkheid? Dromen. Oké. Okay. Ik ben een goede acteur, later. Ja, later. Ik denk dat ik nou nog geen goede acteur ben. Nee, okay. Ik hoop een goede acteur te worden. Toen kwam er een gewetensvraag. Voor een droomrol in Hollywood zou ik direct stoppen met kickboksen. Ik zou nog wel een paar potjes willen vechten, maar als die kans zich voordoet, ja. Heb ik wel zien. Ik heb in kickboksen al alles al gedaan. Ja. En als er een kans kon rekken, het is natuurlijk een hele, heel drastisch gezegd dat je helemaal moet stoppen. Maar als dat zo zou zijn, dan ja, zou ik daar misschien wel voor kiezen. Op dit moment, ja. 3 jaar geleden had ik dat niet gezegd. Nee. Droom of werkelijkheid? Droom. Sowieso droom. Maar jij leeft een beetje je droom. Ja. Waar jij van droomde, dat doe je. Ja, dat doe ik. Daarom ben ik ook van mening, als je ergens van droomt, het is maar net hoe graag je het wil. En daar ben ik, dat is echt mijn mening en mijn levensvisie, omdat een ander mens, als je iets wil, laat nooit iemand je daarvan afhalen. Niemand niet, je vader niet, je moeder niet, je zus niet, niemand. Maar ben jij niet begonnen als de droom van je vader? Ja, misschien wel. Dat het later mijn droom is geworden. Ja, ik vond het een heel mooi beeld in die documentaire. Loop je in het bos met je vader. Ja. Maar opeens sta jij erboven. Hij is natuurlijk kleiner ook. En dan sla je je arm om hem heen. Kus je hem op zijn hoofd. Ja. Echt van, ik ben er nu voor jou. Ja, weet je, hij is ook ziek. Hij heeft Alzheimer. Ah ja? En we hebben genoeg dingen meegemaakt samen. Maar als er iets, als ik kan, zal ik je altijd proberen te helpen. Hij heeft Alzheimer? Ja. In welk stadium? In het beginnend stadium? Nee, al wel, hij heeft het al een aantal jaar hoor. Een jaar of 4 of zo. Geestelijk valt het wel mee. Dus qua praten en zo en verbalen gaat het allemaal goed. Maar zijn shirt aantrekken en dat soort dingen, dat is lastig. Ja? Ja. Dus dat is al erg genoeg. Ja. Zeker voor iemand die altijd wil sporten en bezig wil zijn en zo. Wat doet het met jou? Ja, weet niet. Ja, wat doet het met mij? Ja. Het is het leven. Ja, ja. Oké, dan gaan we weer. Gaan we weer hoor. Ronde 2. Oké, zelfde. Maar nu met eieren erbij. En ook weer rijst? Ja. Okay. Als je niet genoeg rijst hebt, doe gewoon die andere rijst erbij. Nee, we hebben wel veel rijst. Wat heb jij voor familie? Alleen mijn vader en moeder zijn echt vanaf mijn geboorte al gescheiden geweest. En ben je toen bij je moeder gebleven of bij je vader? Ja, ja. Eerste jaar eigenlijk bij mijn moeder. En daarna, vanaf een jaar of 7 of zo. 6, 7. Ben ik ongeveer naar mijn vader gegaan, geloof ik. Zoiets. Dus en daar heb ik eigenlijk de rest van mijn jeugd doorgebracht. En waarom ben je toen naar je vader gegaan? Ja, dat was even een moeilijke situatie. Thuis. Want? Dus
Wat was de moeilijke situatie? Ja, mijn moeder was gewoon, ja, wat ik zeg, meer met andere dingen bezig dan als met de kinderen. En ja, kijk, door de week deed mijn moeder wel gewoon wat ze moest doen. Maar het was vaak de weekenden dat het fout ging eigenlijk. Dus dat was wat ik zeg. Wat weet jij daar nog van? Dingen die je gezien hebt, die gewoon kinderen van die leeftijd niet horen te zien. Maar dat geef is, eens dat, een voorbeeld. Ja, je moeder in het café helemaal bezopen en noem het maar op, dat soort dingen. Weet je wel? Een jongetje van 7, 6. Ja. En dat je moet bellen om te vragen of ze naar huis wil komen om eten te komen maken. Dat ze had gezegd 6 uur thuis te zijn. En dan zag ik toevallig laatst een soort gelijke situatie bij mij in de straat. En dan denk ik, oh, weet je, dat die ouders die dat doen, die hebben gewoon niet in de gaten hoeveel impact dat heeft op een kind. Als ze zo in die toestand zijn. Ja. En dat is echt heftig. Dat is echt heftig. En daarna ben ik naar mijn vader gaan. En hoe was dat met je vader? Met je, dat was eigenlijk gewoon... Die was streng? Ja, gewoon streng. Streng. Eten was eten. En was gewoon, zeg maar, gewoon, we hadden gewoon regels. Strakke regels. En dat was gewoon, hoe hij het zag, dat is hoe het was. Gewoon, hey, je mag alles proberen. Dus ik mocht voetballen, ik mocht basketballen. Maar niet op de dagen dat we moesten trainen. Dat de kickboksen was. Maar je hebt nooit tegen je vader gezegd, ik kap ermee? Hij heeft zo vaak gezegd dat ik geen zin heb, dat ik niet wil. Maar dan werd je gewoon in de auto geduwd en dan... Opzitten, je gaat gewoon trainen. Het is ongelooflijk hoe sterk jij eruit bent gekomen. Ja, maar dat is... Daar heeft die sport waarschijnlijk ook bij geholpen. Ja, ook. En ik denk ook de opvoeding van mijn vader ook. Dus ook die hardheid. Gewoon, ja, dit is wat het is. Je doet het er maar mee. Zie je als een tegenstander liegt, als hij iedereen gaat er staan met de ster down van hij straalt uit, of wil uitstralen, ik kan jou hebben. Ja. Kan je kapot maken. Ja. Nee, ja, kijk, het is... Is het echt een foto of kijk je echt... Nee, ik kijk echt... Probeer je echt iemand... Ja, ik ben je recht aan het kijken. Je gaat op zoek naar die onzekerheid. Ja? Ik ga op zoek naar het ene moment dat jij breekt. Met die partij tegen Badder zag ik de onzekerheid in zijn ogen komen. Hij was de hele tijd zo scherp, strak naar mij aan het kijken. En vlak daarvoor wilde hij me aanvallen en hij mist. Toen zag ik iets. Ik denk, nou heb ik je. 15 seconden, 20 seconden later stopt die wedstrijd. Is dat jouw grootste talent, dat jij iemand heel goed kunt lezen? Nou ja, dat heb ik geleerd. Kun je dat beter dan anderen, denk je? Ik denk wat ik beter kan, is... Niet naar mezelf kijken, maar naar mijn tegenstanders vermoeidheid. Ik ben niet te breken. Ik heb nooit medelijden met mezelf. Ik heb handen gebroken tijdens het vechten. Ik heb benen gebroken, bij mezelf dan, hè. En ik heb hem nooit opgegeven. De trainer heeft wel eens een keer de handdoek gegooid. Ik ben wel een paar keer neergegaan. Maar ik heb nog nooit, ben ik zelf gestopt. Oké, doe je hielen tegen elkaar. Ga de bal van je achterste voet staan. Draai je tenen recht naar vooruit. Naar jezelf toe. Juist, plat. Maak je met links een klein stapje schuin naar voren. Juist. Zak je door je knieën. En nu kan je, als je op de bal van je voet staat, echt goed bewegen. En aanvallen. Ja? Oké, stappen we naar voren. Maak je een stap met links. Hup, schuif je rechts bij. Juist. Gaan we naar achter, stap je eerst met rechts. En dan als een links schuift bij. Hup. Juist. En voor. Hup. En nog een keer voor. Hup. En achter. Hup. En achter. Hup. Alright. Krijgen we de volgende. Voor de spiegel kijken. Handen hoog. Stapje naar voren. In de afstand. Linkse directe stoot recht vooruit. Rechts zit bij je gezicht. Juist. Strek je linkerarm. Juist. Oké. Stap terug. Stap in. Links. Blijf staan. Links komt rustig terug. Draai je rechts in. Maar je begint draaien met je voet. Met je voet, met je voet, met je voet, met je voet. Bang. Daar. Puntje van je neus. Recht vooruit.
spanning op je achterste been. Met dat je met rechts stoot, is je rechtse heup voor. Je lichaam recht houden. Kijk recht vooruit. Juist. Daar. Ik tel tot 10, maak je 10 keer deze oefening. Je stapt en ik zeg 1, pam, pam, terug. 2, pam, pam, terug. Alright, daar gaat hij. 1. Juist, en terug. Gelijk terug, hè. Dus je maakt pap, pap, en terug. 2. Pap, pap, en terug. Ontspannen, recht vooruit, rechte lijnen. 3. Pap, pap, juist. 4. Ga nou een low kick maken. Dus, wat belangrijk is dat je niet dat doet. Want dan gaat de kracht eigenlijk tegen je been aan omhoog. De kracht moet naar beneden vallen. Hup, omhoog, boom. En weer terug. Godsamme, man. Dat doet al... Nee, dat was echt... Zachter als dat kan echt nee, niet. Nee, maar ik weet wat daar komt. Kijk, jij hebt hier allemaal... Dit is allemaal spier. Moet je, hier zit gelijk bot. Ja. Hey, maar het maakt niet uit. Hey. Het maakt niet uit. Hey, weet je, ik ben verzekerd. Oké. Dus probeer het. Probeer eens eentje. Dus ik doe het daar. Ja, heel netjes. Heel netjes. Nog een keer. Je zat niet te kijken. Ik heb een stomp voor je kop. Nog een keer. Juist. Fight. Nou, dan begin je het gevecht. Een beetje aftasten met die linkse tegen je gezicht. Ja, hup, hup. Voelen, je afstand voelen. Hup, kijk, hup. Je staat veel te ver weg. Hup, hup. Hup, hup, hup. Oh. Ja, goed. Hup. Oh. En val best mee. Hup. En die leven stoot. Papa, daar zit hij. Oh. Ja, top. Goed gedaan. Oké, even op adem komen. Waarom had je Rico uitgenodigd? Omdat je grenzen wilde verleggen. Die gaan we verleggen nou. Alright, let's go. Opstoten. Snel en kort achter elkaar. Laatste. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 1. Hoppa. Welkom bij Team Rico. Neus in, mond uit. Herstellen. Je moet niet zenuwachtig worden. Verliezen ga je toch wel. En zo gaat het. Niet half schuit? Oh. Kom op, kleintje. Op grote. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Ho, ho. Presteren onder druk. Presteren onder druk. Ja, dat kan ik. Zonde, God, ja, dan gaat je goed af. 3 keer 1 achter elkaar. Dan gaat je goed af. Hey. 3 keer 1 achter elkaar, samen 3. Oh. 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 Klein, ah, lekker zeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan is het nog een drietje erbij. En dan is het huilie, huilie, wegwezen. Oh. Nee, niet 3. Ja, dat zou zo mooi zijn. Eén keer gewoon, één keer. Ja! Welk spelletje ga je winnen, Peter? Denk je? Dat? Ik ben echt oh, van... wat heeft hij het naar zijn zin, zeg. Oh, hey, wat rust je lekker uit hier, hè? Ja, ik heb het echt naar mijn zin. Ja. Nog spelletjes spelen, ik win. Ja. Ik kan gewoon niet beter. Nee.
Hey, moeten wij voor het slapen nog rekken of een oefeningetje? Ja, nog een beetje stretchen. Oké. Okay. En dan lekker slapen. Ja. Ik voel hem wel. Ja, ik ook. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Godsamme. Laatste. Goed, man. Het staat wel op het punt van afscheuren, maar het geeft niet. Ja, maar zie je nou hoe een stuk verder je bent als de eerste keer? Ja. Zit allemaal in je hoofd. 5, 4, 3, 2, 1. En los. Hoppa, de rat. Oh, slapen. Goed. De kleine Rico ligt op bed. Of klein, Rico is natuurlijk nooit klein. Hij was al groot bij de geboorte. En daarna is hij als kind ook nog eens in een ketel met toverdrank gevallen. Het is vaak handig als je groot bent. Maar niet als je verdrietig bent, want dan zeggen ze... Doe even normaal, daar ben je nu echt te groot voor. Als je sterk bent, dan denken de mensen al snel dat je alles kunt hebben. Maar het loopt nu eenmaal niet altijd lekker vanzelf. Hij is nu 7 jaar. Hij heeft af en toe dingen gezien die je op zijn leeftijd helemaal niet moet zien. Voor zichzelf heeft hij nu al besloten om daar tegen niemand iets over te zeggen. Hij gaat het goed doen op school en met sport. Nou, in ieder geval met sport. En het is ook zo. Want opeens staat hij tegen de echte grote mannen van de wereld in de ring. Hij kijkt ze recht in hun ogen. Hij zoekt zich een weg naar binnen, dwars door hun ogen. Hij danst zich naar binnen. Hij schaakt om ze heen. Hij berekent zijn kansen en leest de onbeschermde plekken van de tegenstander. Hij ontwijkt en ontwijkt en pats. Dan opeens die combinatie. Rechts, rechts op het hoofd, trap op het bovenbeen. Nog een keer hard door met de rechterhand en dan een trap naar het achterhoofd. Nu hoeft hij alleen nog maar te kijken hoe de ander na een wankeling... als in vertraging tegen het canvas dwarrelt. Hij wint. Hij schreeuwt het uit. Half mens, half adrenaline. Het stadion juicht. Zijn trainer knikt. Zijn vrouw kust hem. Voelt hij nou tranen? Dan hoort hij twee kleine meisjes roepen. Papa, wakker worden! Waarom huil je? Papa droomde dat hij ongeveer even oud was als jij. En toen zag hij jullie. En toen was hij zo blij dat hij moest huilen van geluk. Waarom, vragen zij. Nou, zegt hij. Omdat jullie het allermooiste zijn om tegen te komen. Ja, zeggen ze. En jij ook, pap. Uit de keuken roept Jackie lachend. Nou, dat valt af en toe wel mee. Ik zou boeken geschreven als ik jou was. Wat doe je dat al? Nee. Ik schrijf alleen dit soort verhalen. Echt leuk. Echt mooi. Echt. Wie dan? Hey. Niemand schrijft zulke verhalen. Niemand. Wie dan? Mijn moeder die kan nauwelijks lopen. Maar ik was aan het dromen dat ik met mijn moeder op wintersport was. Oké. Okay. 83 is ze. Zo. Hoe oud is jouw vader? Mijn vader is 56. 56. Zo, wat jong Alzheimer, joh. Ja. Is hij trots op jou? Ja, ja, zeker wel. Ja, dat zegt hij wel, hè. Dat hij wel echt trots op is. Maar hij ziet dat ik er alles voor doe. Ja, en hij heeft jou daar wel heen gestuurd. Ja. Dus wat je nu hebt en bent, ondanks alle ruzies en discussies. Ja, ja, zeker. Hij heeft wel de basis gelegd. De mentaliteit, de focus, het altijd doorgaan. Ik weet nog een keer dat ik op school had, ik in mijn oogkas gebroken. Met gimmen. Oh, mijn oog helemaal dik, pijn. Ga vanzelf over je op. Oh ja? Niet naar de dokter geweest, niks. Ik heb mijn hand een keer gebroken. Ga vanzelf over. Ik ben ook niet naar de dokter geweest. En zo, ja, dat is mijn vader. Maar je bent dan ook wel vergevingsgezind. Het leven is te kort om boos te zijn, vind ik. Voordat je het weet is het voorbij. Ja. Voel je je nog verantwoordelijk voor hem?
voel me niet zozeer verantwoordelijk. Het is ik heb alleen gezegd, als je me nodig hebt, dat ik er altijd zal zijn. Ja? Ja, dat is... Ja, blijf je vader. Links of rechts, hoe je het nou bent of verkeerd. Ja, dat is zelf mijn moeder. Ja. Dus als het er iets is of zo, ja, kunnen ze altijd bellen en dan zal ik er altijd staan. Ja? Ja. Iedereen heeft, maakt zijn eigen keuzes. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Maar... Ja, moet je ze daar hun hele leven op afrekenen? Denk het niet. En uiteindelijk heeft het mij mentaal zo sterk gemaakt dat ik er nog heel veel aan heb ook. Het is ja, een les. Een les voor het leven. En het heeft mij alleen maar mijn ogen open laten doen van hoe ik het niet ga doen. En ik, wat ik zeg, ik ga mijn eigen fouten maken. Maar ja, die fouten ga ik in ieder geval niet maken. Hoop ik. En weet je nu al een beetje welke fouten je wel gaat maken? Ja. De druk maak ik al een beetje. De druk op je kinderen? Ja. Zeg maar, mijn oudste dochter, Michaela, was... Dat was 3 volgens mij. We gingen een fiets kopen. Ze hadden 3 wielen. En we gingen een fiets kopen. En ze gaat zitten en ze kan niet fietsen. Ik denk, wat is dit nou, joh? Nee, dat kan toch niet? 3. Ja. Dus ja, voor mij was... Ik denk, hè, wat is dit nou, joh? Ik zeg, fiets nou gewoon. Nee, het lukte niet en het lukte niet. Nou, oké. Nou, toch die fiets gekocht. Wij naar huis. En ja, fietsen. Dus met haar voeten vastgepakt en... Hup, hup, fietsen. Zeg, kom schat, hup. En nu zelf, ja. Nee, nog iets harder te trappelen, oké. Okay, en ik met mijn handen zo die voeten vasthouden om het gevoel te... Zeg ze op een gegeven moment, papa, ik werd een beetje moe, ik werd een beetje warm. Ik zeg, kom op schat, nog even doorgaan. Ja. Maar aan het einde van de avond fietsen ze wel. Oké. Okay. Zeg, ik zei het toch? Ik zeg, jij bent een winnaar. Ze is helemaal trots. Het is ook wel mooi hoe liefdevol jij over Jackie praat. Ja, maar ik waardeer haar echt. Gewoon voor wat ze allemaal opgegeven heeft. En opgeofferd heeft voor mij om... Want zij had ook die droom. Kijk, nu leven we eigenlijk samen deze droom. Dus ik zeg ook altijd, als ik mijn team bedank, gaat zij ook altijd mee. Omdat zij is onderdeel van het team. Zij is een heel belangrijk facet in het geheel. Ja. Ha, nog 2. Kom op. Ha. Hierna nog 1. Kom op. Hop, laatste, kom op, alles eruit. Hop, netjes. Lekker? Ja. Ja. Jezus. Voel je het verschil van intensiteit op je spieren? Ja. Ja, zegt hij. Kijk, dat is toch geen schattige baby? Dat is een vrij grote baby. Dat is gewoon knoepert gewoon. Maar wel een goed koppie. Kijk, grote ogen. Ja, maar ook grote handen. Grote handen? Grote handen. Dit klopt, zeg. Ja, maar kijken, joh. Dat zijn echt grote, grote kinderhanden. Daar staat hij al, hoor. Ja. Links voor. Ja, maar ik zie je benen. Ja. Dit is al een monster in warning. Kijk, hier begint het, hè? Ja, goed ingedraaid. Ja. Slechte dekking. Ja, die moet hoog, zeg. Hey. Ja. Nou, je vader spaart je hier. Ja. Ja. Ja, hier maak je geen tegenstander bang mee, hoor. Nee. Groep 8. Musical? Ja. Wat speelde je? Hoofdrol. Echt? Ik heb aankijken, dat is waar. Hoofdrol in groep 8. Ja.
Ja. Hier ben je, dit hier begin je als acteur. Ja, dat is mijn debuut. Alleen kreeg geen 5,5 miljoen, maar dat was een beetje jammer. Dat was een goed begin geweest. Dat is nog niet helemaal de juiste houding, maar... Nee, maar de blik is al goed. Ja. De blik is al... komt goed. Hoe gaat dit jaar er voor jou uitzien? Poeh, ja, is moeilijk. Ik denk dat ik dit jaar 2 tot 3 partijtjes ga doen. En ja, wie de tegenstanders zijn, gaan we zien. Misschien nog een keer Badder. Ja, en de rest, ja, durf ik niet te zeggen. Moet jij wachten tot ze jou uitdagen? Omdat jij de nummer 1 bent? Nee. Het is gewoon de organisatie bepaalt eigenlijk tegen wie je vecht. En dan in overleg met ons. Dan gaan we weer. Dus in principe maakt het niet... voor mij maakt het ook niet uit. Nee? Nee, ik wil gewoon de beste zijn. Dus heb je niet iemand van, oh ja, daar zou ik wel eens willen vechten? Ik heb iedereen gehad. Ja? Ja, ik zou het tof vinden om nog tegen een paar grote van vroeger te vechten. Oké. Dus, zoals? Ja, weet je wel, misschien een Boyaski of... dat zijn wel mooie partijen. Die, denk ja. Dat mensen die ook dat soort partijen nog wel willen zien. Ja, het lijkt me tegen Remy ook een hele mooie partij. Ja, lijkt me ook een toffe partij. En? Denk je dat er... Zit dat erin? Het ligt aan hem. Het ligt echt aan hem. Hij, is hij natuurlijk, was een tijdje gestopt, ja, hij is natuurlijk, eigenlijk was hij gestopt. Ja, nu zou hij wel weer een beetje terug willen komen. Dus, ja. Maar de partij tegen Badder, dat was niet rond. Ik dacht dat nee, ja, omdat hij gezegd had, ik wil in mei of juni wil ik weer. Oké, daar kwam het vandaan. Daar komt het vandaan. Dus, maar dat is nog, er is nog niks, er is nog helemaal niks rond. Dus, ja. Heb je hem na de partij nog gesproken? Nee. Ergens daar op de gangen? Of, Nee. We hebben elkaar in de ring gesproken. En dat was het eigenlijk. En daar gaf hij mij mijn respect. Daar heb ik hem zijn respect gegeven. En dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. En toen zei ik van, ah, zonde man, weet je, we zaten er lekker in. Ja. Nou, toen zei hij van, ja, maar je wist dat je ging verliezen. Ik zeg, nee vriend, ik zag dat je moe werd. Op een gegeven moment zei hij van, ja, weet je voelde dat ik je knock-out ging slaan. Ik zeg, nee man, daarom bleef ik recht voor je staan. Weet je, daarom bleef ik continu achter je aangaan. Ja, je weet niet beter. Maar hij zei, toen zei hij gelijk daarna, dus toen zei hij, je weet niet beter. En toen zei hij, maar je doet het goed. Hij zei, je doet het echt goed. En als hij dat zegt, dan is dat, ja, weet je, dat geeft wel wat aan. In de publieke dingen zegt hij ook van, weet je, ik stond tegen een man en niet tegen een jonge jongen, zeg maar. Dus dat zijn wel dingen waarop je laat zien van, dat je respect hebt voor elkaar. En uiteindelijk, ik heb ook respect voor hem. Tuurlijk. Hij is gewoon een hele goede vechter. En hij heeft genoeg gepresteerd. Hij heeft de sport ook op de kaart gezet. Alleen ja, nu is het mijn tijd. Nu ben ik de beste. En dat laat ik graag zien. Dus neem ik het tegen de beste op. En dat gaat me goed af, gelukkig. Ja, gaat heel goed. Ja. Dus ga je er vanuit dat je nog 2 of 3 partijen vecht dit jaar? Ja, zeker. Zeker wel. Ik vind het lekker om lekker ritme te houden. Ik ben een vechter die lekker actief wil blijven. Schrik me eigenlijk de perspokken. Jongen, jongen zeg. Hey. De tijd is voorbij gevlogen. Ja, was goed man. Ja, was echt leuk. Nou, ik ben ook onder de indruk. Ik vind het mooi. Je bent een mooie man. Ja, dank je. Mee. Rico, held. Peter, dankjewel. Bedankt. Echt leuk kennis gemaakt heb ik. Ja. Heb ik zin gehad. Ik ook. Ik hoop dat je lekker getraind hebt. Geweldig. Ja, dankjewel. En, ik kom nog een keer terug voor mijn rematch. Ik volg je, ja. I'll be back. Rico, mazzel. Dankjewel, hè. Doei. Moeilijk. Ja. Ik heb in het kickboxen heb ik alles al gedaan. Is waar. Je mag het zo uitleggen. Imago is belangrijker dan de realiteit. Nee. Groente of chocola? Oeh. Die is echt moeilijk. Ligt naar de periode. Doe maar chocola. Lekker. Vlees of vis? Vlees. Droom of werkelijkheid? Dromen. Oké. Ik ben een goede acteur, later.
Ja, later. Ik denk dat ik nou nog geen goede acteur ben. Nee, okay. Ik hoop een goede acteur te worden. Toen kwam er een gewetensvraag. Voor een droomrol in Hollywood zou ik direct stoppen met kickboksen. Ik zou nog wel een paar potjes willen vechten, maar als die kans zich voordoet, ja. Heb ik wel zien. Ik heb in kickboksen al alles al gedaan. Ja. En als er een kans kon rekken, het is natuurlijk een hele. Heel drastisch gezegd dat je helemaal moet stoppen. Maar als dat zo zou zijn, dan ja, zou ik daar misschien wel voor kiezen. Op dit moment. Ja. 3 jaar geleden had ik dat niet gezegd. Nee. Droom of werkelijkheid? Droom. Sowieso droom. Maar jij leeft een beetje je droom. Ja. Waar jij van droomde, dat doe je. Ja, dat doe ik. Daarom ben ik ook van mening, als je ergens van droomt. Het is maar net hoe graag je het wil. En daar ben ik. Dat is echt mijn mening en mijn levensvisie, omdat een ander mens. Als je iets wil, laat nooit iemand je daarvan afhalen. Niemand niet. Je vader niet, je moeder niet, je zus niet, niemand. Maar ben jij niet begonnen als de droom van je vader? Ja, misschien wel. Dat het later mijn droom is geworden. Ik vond het heel mooi beeld in die documentaire. Loop je in het bos met je vader. Ja. Maar opeens sta jij erboven. Dan, hij is natuurlijk kleiner ook. En dan sla je je arm om hem heen. Kus je hem op zijn hoofd. Ja. Echt van, ik ben er nu voor jou. Ja, weet je, hij is ook ziek. Hij heeft Alzheimer. Ah ja? En we hebben genoeg dingen meegemaakt samen. Maar als er iets, zal ik je altijd proberen te helpen. Hij heeft Alzheimer? Ja. In welk stadium? In het beginnend stadium? Nee, al wel, hij heeft het al een aantal jaar hoor, een jaar of 4 of zo. Geestelijk valt het wel mee. Dus qua praten en zo, en verbaal gaat het allemaal goed. Maar zijn shirt aantrekken en dat soort dingen, dat is lastig. Ja? Ja. Dus dat is eigenlijk al erg genoeg. Denken de mensen al snel dat je alles kunt hebben? Maar het loopt nu eenmaal niet altijd lekker vanzelf. Hij is nu 7 jaar. Hij heeft af en toe dingen gezien die je op zijn leeftijd helemaal niet moet zien. Voor zichzelf heeft hij nu al besloten om daar tegen niemand iets over te zeggen. Hij gaat het goed doen op school en met sport. Nou, in ieder geval met sport. En het is ook zo. Want opeens staat hij tegen de echte grote mannen van de wereld in de ring. Hij kijkt ze recht in hun ogen. Hij zoekt zich een weg naar binnen, dwars door hun ogen. Hij danst zich naar binnen. Hij schaakt om ze heen. Hij berekent zijn kansen en leest de onbeschermde plekken van de tegenstander. Hij ontwijkt en ontwijkt en pats. Dan opeens die combinatie. Rechts, rechts op het hoofd, trap op het bovenbeen. Nog een keer hard door met de rechterhand en dan een trap naar het achterhoofd. Nu hoeft hij alleen nog maar te kijken hoe de ander na een wankeling als in vertraging tegen het canvas dwarrelt. Hij wint. Hij schreeuwt het uit. Half mens, half adrenaline. Het stadion juicht. Zijn trainer knikt. Zijn vrouw kust hem. Voelt hij nou tranen? Dan hoort hij 2 kleine meisjes roepen. Papa, wakker worden. Waarom huil je? Papa droomde dat hij ongeveer even oud was als jij. En toen zag hij jullie. En toen was hij zo blij dat hij moest huilen van geluk. Waarom, vragen zij. Nou, zegt hij, omdat jullie het allermooiste zijn om tegen te komen. Ja, zeggen ze. En jij ook, pap. Uit de keuken roept Jackie lachend. Nou, dat valt af en toe wel mee. Ik zou boeken gaan schrijven als ik jou was. Wat doe je dat al? Nee. Ik schrijf alleen dit soort verhalen. Echt leuk. Echt mooi. Echt. Wie dan? Hé. Hey. Niemand schrijft zulke verhalen. Niemand. Wie dan? Mijn moeder die kan nauwelijks lopen. Maar ik was aan het dromen dat ik met mijn moeder op wintersport was. Oké. Okay. 83 is ze. Zo. Hoe oud is jouw vader? Mijn vader is 56. 56. Zo, wat jong Alzheimer, joh. Ja. Is hij trots op jou? Ja, ja, zeker wel. Ja, dat zegt hij wel, hoor. Dat hij wel echt trots op me is. Maar hij ziet dat ik er alles voor doe. Ja, en hij heeft jou daar wel heen gestuurd.
Ja. Dus wat je nu hebt en bent, ondanks alle ruzies en discussies. Ja, ja zeker. Hij heeft wel de basis gelegd. De mentaliteit, de focus, het altijd doorgaan. Ik weet nog een keer dat ik op school had, ik in mijn oogkas gebruikt. Probeer het te helpen. Hij heeft Alzheimer? Ja. In welk stadium? In het beginnend stadium? Nee, al wel, hij heeft het al een aantal jaar hoor, een jaar of vier of zo. Geestelijk valt het wel mee. Dus qua praten en zo, en verbalen gaat het allemaal goed. Maar zijn shirts aantrekken en dat soort dingen, dat is lastig. Ja? Ja. Dus, dat is al erg genoeg. Ja. Zeker voor iemand die altijd wil sporten en bezig wil zijn en zo. Wat doet het met jou? Ja, weet niet. Ja, wat doet het met mij? Ja. Het is het leven. Ja, ja. Oké, dan gaan we weer. Gaan we weer hoor. Ronde 2. Oké, zelfde. Maar nu met eieren erbij. En ook weer rijst? Ja. Okay. Als je niet genoeg rijst hebt, doe gewoon die andere rijst erbij. Nee, we hebben wel veel rijst. Wat heb jij voor familie? Alleen mijn vader en moeder zijn echt vanaf mijn geboorte al gescheiden geweest. En ben je toen bij je moeder gebleven of bij je vader? Ja, ja. Eerste jaar eigenlijk bij mijn moeder. En daarna, vanaf een jaar of 7 of zo. 6, 7. Ben ik ongeveer naar mijn vader gegaan, geloof ik. Zoiets. Dus en daar heb ik eigenlijk de rest van mijn jeugd doorgebracht. En waarom ben je toen naar je vader gegaan? Ja, dat was even een moeilijke situatie. Thuis. Want? Dus, wat was een moeilijke situatie? Ja, mijn moeder was gewoon, wat ik zeg, meer met andere dingen bezig. Als met de kinderen. En ja, kijk, door de week deed mijn moeder wel gewoon wat ze moest doen. Maar het was vaak de weekenden dat het fout ging eigenlijk. Dus dat was wat ik zeg. Wat denk jij daar nog van? Dingen die je gezien hebt, die gewoon kinderen van die leeftijd niet horen te zien. Maar dat geef is, eens een voorbeeld. Je moeder in het café helemaal bezopen en noem het maar op, dat soort dingen. Weet je jongetje van 7, 6. Ja. En dat je moet bellen om te vragen of ze naar huis wil komen om eten te komen maken. Dat ze had gezegd 6 uur thuis te zijn. En dan zag ik toevallig laatst een soort gelijke situatie bij mij in de straat. En dan denk ik, die ouders die dat doen, die hebben gewoon niet in de gaten hoeveel impact dat heeft op een kind. Als ze zo in die toestand zijn. Ja. Nu hoeft hij alleen nog maar te kijken hoe de ander na een wankeling als in vertraging tegen het canvas dwarrelt. Hij wint. Hij schreeuwt het uit. Half mens, half adrenaline. Het stadion juicht. Zijn trainer knikt. Zijn vrouw kust hem. Voelt hij nou tranen? Dan hoort hij 2 kleine meisjes roepen. Papa, wakker worden. Waarom huil je? Papa droomde dat hij ongeveer even oud was als jij. En toen zag hij jullie. En toen was hij zo blij dat hij moest huilen van geluk. Waarom, vragen zij. Nou, zegt hij. Omdat jullie het allermooiste zijn om tegen te komen. Ja, zeggen ze. En jij ook, pap. Uit de keuken roept Jackie lachend. Nou, dat valt af en toe wel mee. Ik zou boeken gaan schrijven als ik jou was. Wat doe je dat al? Nee. Ik schrijf alleen dit soort verhalen. Echt leuk. Echt mooi. Wie dan? Hé. Hey. Niemand schrijft zulke verhalen. Niemand. Wie dan? Mijn moeder die kan nauwelijks lopen. Maar ik was aan het dromen dat ik met mijn moeder op wintersport was. Oké. 83 is ze. Zo. Hoe oud is jouw vader? Mijn vader is 56. 56. Zo, wat jong Alzheimer, joh. Ja. Is hij trots op jou? Ja, ja zeker wel. Ja, dat zegt hij wel, hoor. Dat hij wel echt trots op is.
En hij ziet dat ik er alles voor doe. Ja, en hij heeft jou daar wel heen gestuurd. Ja. Dus wat je nu hebt en bent, ondanks alle ruzies en discussies. Ja, ja zeker. Hij heeft wel de basis gelegd. De mentaliteit, de focus, dus altijd doorgaan. Ik weet nog een keer dat ik op school had ik in mijn oogkas gebroken. Met gimmen. Oh, zo'n heel, mijn oog helemaal dik, pijn. Ga vanzelf over je op. Ah, ja? Niet naar dokter geweest, niks. Ik heb mijn hand een keer gebroken. Ga vanzelf over. Ik ben ook niet naar dokter geweest. En zo, ja, dat is mijn vader. Maar je bent dan ook wel vergevingsgezind. Het leven is te kort om boos te zijn, vind ik. Voordat je het weet is het voorbij. Ja. Voel je je nog verantwoordelijk voor hem? Ik voel me niet zozeer verantwoordelijk. Dus ik heb alleen gezegd, als je me nodig hebt, dat ik er altijd zal zijn. Ja? Ja, dat is... Ja, blijf je vader. Links of rechts, hoe je het nou bent of verkeerd. Ja, dat is ook mijn moeder. Ja. Dus als het er iets is of zo, ja, kunnen ze altijd bellen en dan zou ik er altijd staan. Ja? Ja. Iedereen geweest. Dat is nog niet helemaal de juiste houding, maar... Nee, maar de blik is al goed. Ja. De blik is al... komt goed. Hoe gaat dit jaar er voor jou uitzien? Poeh, ja, is moeilijk. Ik denk dat ik dit jaar 2 tot 3 partijtjes ga doen. En ja, wie de tegenstanders zijn, gaan we zien. Misschien nog een keer Badder. Ja, en de rest... ja, durf ik niet te zeggen. Moet jij wachten tot ze jou uitdagen, omdat jij de nummer 1 bent? Nee. Het is gewoon de organisatie bepaalt eigenlijk tegen wie je vecht. En dan in overleg met ons. Dan gaan we weer. Dus in principe maakt het niet... voor mij maakt het ook niet uit. Nee? Nee, dus ik wil gewoon de beste zijn. Dus heb je niet iemand van, oh ja, daar zou ik wel eens willen vechten? Ik heb iedereen gehad. Ja? Ja, ik zou het tof vinden om nog tegen een paar grote van vroeger te vechten. Oké. Okay. Zoals? Ja, weet je wel, misschien een Boyaski of... Dat zijn wel mooie partijen. Ik denk dat mensen die ook dat soort partijen nog wel willen zien. Ja, het lijkt me tegen Remy ook een hele mooie partij. Ja, lijkt me ook een toffe partij. En? Denk je dat er... Zit dat erin? Het ligt aan hem. Het ligt echt aan hem. Hij is natuurlijk, was een tijdje gestopt, ja, hij is natuurlijk... Eigenlijk was hij gestopt. Ja, nu zou hij wel weer een beetje terug willen komen. Dus, ja... Maar de partij tegen Badder, dat was niet rond. Ik dacht dat nee, ja, omdat hij gezegd had, ik wil in mei of juni wil ik weer. Oké, daar kwam het vandaan. Daar komt het vandaan. Dus, maar dat is nog, er is nog niks, er is nog helemaal niks rond. Dus, ja. Heb je hem na de partij nog gesproken? Nee. Ergens daar op de gangen? Of, Nee. We hebben elkaar in de ring gesproken. En dat was het eigenlijk. En daar gaf hij mij mijn respect. Daar heb ik hem zijn respect gegeven. En dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. En zei ik van, zonde man, weet je, we zaten er lekker in. Ja. Nou, toen zei hij van, maar je wist dat je ging verliezen. Ik zeg, nee vriend, ik zag dat je moe werd. Op een moment zei hij van, ja, weet je voelde dat ik je knock-out ging slaan. Ik zeg, nee man, daarom bleef ik recht voor je staan. Weet je, daarom bleef ik continu achter je aangaan. Ja, je weet niet beter. Maar hij zei, toen zei hij gelijk daarna, dus toen zei hij, je weet niet beter. En toen zei hij, maar je doet het goed. Hij zegt, je doet het echt goed. En als hij dat zegt, dan is dat, dat geeft wel wat aan. In de publieke dingen zegt hij ook van, weet je, ik stond tegen een man en niet tegen een jonge jongen, zeg maar. Dus weet je, dat er zijn wel dingen waarop je laat zien van, dat je respect hebt voor elkaar. En uiteindelijk, ik heb ook respect voor hem. Tuurlijk. Hij is gewoon een hele goede vechter. En hij heeft genoeg gepresteerd, hij heeft de sport ook op de kaart gezet. Alleen ja, nu is het mijn tijd. Nu ben ik de beste. En dat laat ik graag zien. Met spulletjes, hè? Nee, ja, lekker. Ik vind het lekker om wel een beetje bezig te blijven. Ja. Dus, elke dag? Ja, elke dag. Nu is het eigenlijk wel wat rustiger. Maar dan blijf ik wel gewoon lekker trainen. Gewoon lekker bezig blijven eigenlijk. Gewoon mijn lichaam geprikkeld houden en de geest vooral. Ja. Als ik dat niet doe, dan dat ik onrustig word. En heb je wel eens echt vakantie? Dat je echt 2 weken niks doet? Nou, die heb ik eigenlijk wel achter. Dus zeg maar nu, na de 10e, heb ik eigenlijk... Ik ga even zitten hoor. Ja, ga lekker zitten. Wil je koffie of thee? Dan doen we een kopje thee. Ja? Ja. Dus zeg maar na de 10e heb ik eigenlijk wel...
heb ik eigenlijk wel even lekker ontspannen. En eigenlijk niet getraind. En toen kwamen de kerstdagen er alweer aan. Dus toen was eigenlijk het gezin ook blij dat ik thuis was. Ja, het was zo erg dat wij kijken met als gezin zijn ook, we leven uit. Of we leven echt naar die wedstrijd toe. Omdat na die wedstrijd, dan is die druk eraf en dan ben ik wat meer zen. En dan ben ik meer thuis. Ja. En dan zegt mijn dochter gewoon, dus de week na de wedstrijd, dus dat ik al die media dingen aan het doen ben. Papa, je hebt gebokst, maar je bent nog steeds niet thuis. Dus dat, ja, dat deed wel even pijn. En wat is niet thuis zijn als je naar zo'n wedstrijd gaat? Wat is dan niet thuis zijn? Dan ben je gewoon eigenlijk best wel een botte lul. Ja. Ja, gewoon egoïst. Ik ben alleen maar met mezelf bezig. Maar ja, dat is mijn ding. Ik kan niet anders. Die ingrediënten heb ik nodig om klaar te stomen voor een wedstrijd. Alleen, ja, iedereen en alles eromheen, die lijdt eronder. Ja. Ja, het is echt heftig. Het is echt heftig. En ik ben een persoon die nooit genoeg gedaan heeft. Dus voor mij is het nooit genoeg. En dat is mijn kracht, maar tegelijkertijd ook mijn zwakte. Omdat ik ga heel vaak te ver. Ik wou zeggen bijna te ver, maar eigenlijk ga ik altijd te ver. Omdat ik kan niet stoppen. En maar de basis is voor mij, ik wil niet verliezen op conditie. Als ik verlies op conditie, verlies ik van mezelf. Heb je wel eens verloren omdat een ander beter was? Nee, eigenlijk niet. Tuurlijk, ik heb wel eens een geraakt, je gaat neer. Ik ben ook wel eens knock-out gegaan, maar gewoon dat ik zelf fout maak. Hij gooide een stoot en die raakte hij achter op mijn hoofd en ik zag hem niet eens aankomen. Dus en alles wat je niet ziet aankomen, komt twee keer zo hard aan. Ja, als je er zo over praat, lijkt het me helemaal niet zo'n moeilijke sport. Nee, daar valt ook best mee. Nee, je moet gewoon goed zien aankomen. Ja. Goed opletten. Ja, je moet opletten. Ja, dat is een beetje de basis. Thee, daar waren we. Wanneer wist jij dat je gemaakt was om wereldkampioen kickboksen te worden? Voordat ik voor mijn echte grote kampioenschap ging vechten. Yes, we mogen weer. Ah ja? Ik mag mijn kunstje weer laten zien. Dat ik denk van yes, weet je wel, daar gaan we weer. Dus ik vind het echt leuk. Ik wil gewoon graag laten zien dat ik de beste ben. Dat ik gewoon in wat ik doe, dat ik daar de allerbeste in ben. En dat ik het beste getraind ben, dat ik het fitste ben en dat ik het langste vol kan houden. Want dat is gewoon... En hoe bouwt zich dat op? Want je zegt, ja, dat duurt 2 maanden of zo. Dat je ergens begint met je mentale voorbereiden op zo'n wedstrijd. Ja, ik ben letterlijk elke dag met die wedstrijd bezig. Dus ik kijk video's van mijn tegenstanders. En dan, ik zoek naar een patroon. Ik ben op zoek naar een patroon. Hoe deze man beweegt. Wat hij vaak doet, hoe die reageert op bepaalde acties. Je zei ergens, het is kickboksen is schaken. Ja. Het is gewoon set voor set. En jij ziet al, je komt langzaam in een state of mind waar je heel veel setten vooruit kunt denken. Juist. Het is wat je zegt, het is set voor set. Alleen op het moment dat ik set, ben ik in mijn hoofd al aan het voorspellen hoe hij zou reageren op bepaalde acties. Heb je gewoon een vast patroon eigenlijk, hoe mensen zouden kunnen reageren. Wat een logisch, laten we zeggen, houden we op een logisch patroon, hoe mensen zouden kunnen reageren. Dat zit gewoon in je, dat is in die printplaat. Dat zit gewoon helemaal in je systeem. Ja. Dus ik weet, oké, als ik dit doe, hij doet dat. Snap je? Dus daar denk ik, dus je zit al 2-3 stappen vooruit. Oké, als hij dit doet, doe ik dat. Doet hij dat, dan doe ik dit. Ja? Dus je bent echt aan het zoeken. Dus wat ik zeg, het is echt een spel. Alleen ja, je weet uiteindelijk nooit wat de beste optie is. Alleen het is, go with the flow. Want het ziet eruit dat je de ring in komt en dan het gewoon een groot vertoon van macht en van kracht. En veel minder zie je hoeveel plan en idee erachter zit. Ja, ik ben daar echt een freak in. Ik ga echt heel ver. En daarom denk ik dat ik nu ook al 3,5 jaar aan de top staan. Ja. En niet gewoon aan de top, maar gewoon met kop en schouders overal bovenuit steekt. Hoe ging je het gevecht met Badr in? Hoe had je hem gelezen? Wat hij zelf ook zegt. Hij is een emotioneel. Hij is een emotioneel persoon. En voor mij was de bedoeling om hem in die emotie te krijgen. Dat hij zijn eigen ging verliezen eigenlijk.
En dat hoe krijg je hem daar? Ja, om boos te maken. Gewoon proberen gewoon steekjes te zetten. Ik vond dat hij werd al heel boos in de stare-down. Ja. Zat hij zich helemaal op te blazen. Het gevoel van dat hij zijn eigen bijna niet in kan houden. Voor mij was de bedoeling om hem in die emotie te krijgen. Dat hij zijn eigen ging verliezen eigenlijk. En dat hoe krijg je hem daar? Ja, om hem boos te maken. Gewoon proberen gewoon steekjes te zetten. Ik vond dat hij werd al heel boos in de stare-down. Ja. Zat hij zich helemaal op te blazen. Het gevoel van dat hij zijn eigen bijna niet in kan houden. En dan denk ik, ja, voor mij alleen maar goed. Ja. Voor mij is het, ik ben gewoon ontspannen. Ik doe gewoon wat ik moet doen. Ik werk hier naartoe. En ik ben helemaal klaar voor dit moment. En ja, weet je, dus, ik krijg natuurlijk op straat heel veel mensen die op je afkomen. Goh, Badahari. Maar voor mij is het gewoon een man, twee armen, twee benen. Ja. Ik dacht alleen maar van, als de bel gaat, ben jij voor mij. Dus, en dat, ja, dat werkte. Hoe lang blijft zo'n gevecht van Badr in jouw lichaam zitten? Dan moet ik zeggen dat deze wedstrijd eigenlijk niet heel veel impact lichamelijk en fysiek op me heeft gehad. Maar ja, geestelijk zal hij er nooit meer uit gaan waarschijnlijk. Nee? Nee, ja, het was zo tof natuurlijk. Je wint. Ja, weet je, er wordt gezegd over wat er wordt een anticlimax, maar voor mij is winnen. En natuurlijk, het liefst had ik hem nog uitgeslagen. Want dan had ik gewoon gelijk boom stempel gezet. Ja. Maar ja, weet je, als de rematch er komt, doe ik het in de rematch. Kijk, en uiteindelijk, hij geeft gewoon op. Hij geeft gewoon op omdat ik hem tegen zijn arm aantrap. Dat is de basis. Hoe lang blijf je daarin? Dat je een soort messias door die... Een dag of drie, denk ik. Ja? Dan zakt dat langzaam. Zo sta je op Pookstag, zeg je tegen Jackie, wie dan? Wie dan? Niemand. Wie is die dan? Hey, niemand. Hey, wie staat hier? Hey, wie is de king? Ja, daarom. Ja, dat blijft nog. Ja, dat blijft wel even, ja. Ja? Maar, wat erg voor Jackie. Ja. Gewoon echt wel twee dagen of zo. En ik denk wel, wow, ik ben... Maar wij zijn ook wel hyped. Wij vinden het ook wel echt tof. Dit is waar we voor leven. Dit is waar wij naartoe werken natuurlijk, hè. Maar ik voel mezelf niet beter als iemand anders. Daar zit een verschil in. Dus ik voel mezelf, ik ben een baas. Ik doe gewoon wat ik doe, ben ik gewoon de allerbeste in. Maar op het moment dat ik op straat ben, dan ben ik zo. Ben ik gewoon ontspannen, ben ik gewoon een mens. Ga ik gewoon boodschappen doen. En ja, dan als mensen op de foto willen, kunnen ze gewoon even een foto vragen of even een praatje maken. Ik ben overal wel voorin. En daar ben ik wel heel blij mee. Dat ik dus dat ik nu hier ben, dat ik mensen de persoon kan laten zien. Zodat ze ook de persoon zien achter de vechten. Ja. En daar zit wel een verschil tussen natuurlijk. Ja, ik heb als doel nu, ik wil wel ergens deze 24 uur het gevoel hebben... Wie dan? Ja. Ja. Nou, dat gaan we dadelijk... We gaan eerst even eten. Ja, we gaan eten. Even laten zakken, dan gaan we even trainen. En dan krijg je een moeilijke situatie. Thuis. Want? Dus, wat was de moeilijke situatie? Ja, mijn moeder was gewoon, ja, wat ik zeg, meer met andere dingen bezig dan met de kinderen. En ja, kijk, door de week deed mijn moeder wel gewoon wat ze moest doen. Maar het was vaak de weekenden dat het fout ging eigenlijk. Dus dat was wat ik zeg. Je, wat weet jij daar nog van? Dingen die je gezien hebt. Die gewoon kinderen van die leeftijd niet horen te zien. Maar dat geef is, eens dat... een voorbeeld. Ja, je moeder in het café helemaal bezopen en noem het maar op, dat soort dingen. Weet je wel? Een jongetje van 7, 6. Ja. En dat je moet bellen om te vragen of ze naar huis wil komen om eten te komen maken. Dat ze had gezegd 6 uur thuis te zijn. En dan zag ik toevallig laatst. Zag ik een soort gelijke situatie bij mij in de straat. En dan denk ik, oh, weet je, dat die ouders die dat doen, die hebben gewoon niet in de gaten hoeveel impact dat heeft op een kind. Als ze zo in die toestand zijn. Ja. En dat is echt heftig. Dat is echt heftig. En daarna ben ik naar mijn vader gegaan. En hoe was dat met je vader? Met je, eigenlijk gewoon... Die was streng? Ja, gewoon streng. Streng. Eten was eten. En was gewoon, zeg maar, gewoon, we hadden gewoon regels.
strakke regels. En dat was gewoon hoe hij het zag, dat is hoe het was. Gewoon, hey, je mag alles proberen. Dus ik mocht voetballen, ik mocht basketballen. Maar niet op de dagen dat we moesten trainen. Dat de kickboksen was. Terwijl maar je hebt nooit tegen je vader gezegd, ik kap ermee. Hij heeft zo vaak gezegd dat ik geen zin heb, dat ik niet wil. Maar dan werd je gewoon in de auto geduwd in een... Opzitten, je gaat gewoon trainen. Het is ongelooflijk hoe sterk jij eruit bent gekomen. Ja, ja, maar dat is... Daar heeft die sport waarschijnlijk ook bij geholpen. Ja, ook. Ook. En ik denk ook de opvoeding van mijn vader ook. Dus ook die hardheid. Gewoon, ja, dit is wat het is. Je doet het er maar mee. Zie je als een tegenstander liegt, als hij iedereen gaat er staan met de stare down van ik... hij straalt uit, of wil uitstralen, ik kan jou hebben. Ja. Kan je kapot maken. Ja. Nee, ja, kijk, het is... Waar is het ik echt dat een wel? Foto of kijk je echt... Nee, ik kijk echt... Probeer je echt iemand... Ja, ik ben je recht aan het kijken. Je gaat op zoek naar die onzekerheid. Ja? Ik ga op zoek naar het ene moment dat jij breekt. Met die partij tegen Badder zag ik de onzekerheid in zijn ogen komen. Hij was de hele tijd zo scherp, strak naar mij aan het kijken. En vlak daarvoor wilde hij me aanvallen en hij mist. Dat het voor iedereen goed is. Gewoon omdat iedereen op een bepaalde manier in zijn leven wel frustratie heeft. En dan blijf je gewoon een soort van mentaal in balans. Ik heb wel eens hele slechte... Ik blijf hier gewoon zitten. Ja, ga dan. Ik heb hele slechte K1-vechters. Maar slecht niet dat ze slecht zijn, maar slecht denken. Die zeiden, ja, ik ga gewoon de ring in en ik ga eerst kijken of ik zijn kniebanden kan scheuren. Want dan staat hij zeker niet meer op. Ja, dat kan. Mensen kunnen zo de ring, ja, dat kan een motivatie zijn, maar ja, voor mij niet. Voor mij werkt dat niet zo. Nee. Nou, je moet zorgen dat de ander jou geen pijn gaat doen. Juist, en op het moment dat ik jou een trap op je been geef, dan geef ik jouw hersenen een signaal naar je been. Dan denk je, auw. Ja, dat is een logische, ja. Denk je, auw. Oké, dus eigenlijk wat je wil doen, is dan, ja. Mijn been, weet je wel. Moet je niet doen. Nee, dat moet je niet doen. Dat sta je boven open. Ja. En dus dat is het spel, zeg maar. Hoe je iemand systematisch... Kan slopen. Ja, slopen, ja. Ja. Demonteert, ja. Zo te zeggen. Uiteindelijk, als die wedstrijd geweest is, hoop ik gewoon dat hij ook weer terug naar zijn gezin kan. En ja, snel herstelt en de sport weer kan oppakken. Ja. En het is heel simpel. Ik gun iedereen het beste. Van mezelf net een beetje meer. En dat is gewoon, maar dat is een logische ding. Alleen, wat heel veel mensen hebben, is dat ze andere mensen niks gunnen. Ja. En als je iemand anders niks gunt, ga je het zelf ook niet krijgen. Dat is van mijn gevoel, is dat een soort karma. Ik vond het leuk. Nou, dit klinkt heel logisch en het zou ook wel heel goed zijn, maar de meeste mensen die gunnen de ander echt beduidend minder. Ja. Of helemaal niks. Ja, of niks. Ja, als dat ze zeggen, oh, kijk hem naar rijden, is een dikke auto of dit en dat. Ja. Daar heb ik toch ook gewoon voor gewerkt. Misschien is mijn huis wel kleiner. En daarom vind ik het heel belangrijk dat mensen mij zien als Rico de persoon. En dat ik ook gewoon met mijn kinderen gewoon mijn dingen wil doen. En dat ik eigenlijk ook gewoon het liefst zo normaal mogelijk mijn leven blijf leiden. Dat merk je nu dat het wel steeds lastiger wordt, omdat iedereen je kent natuurlijk. Ja, ze willen allemaal wat van je. Ja. Kijk, bijvoorbeeld, ik was naar Preston Palace geweest. Ja, lekker, is een soort centerpark, zeg maar. Een soort all-inclusive ding in één overdekt gebouw. Dus ja, ik vind het heerlijk. Lekker eten, lekker ontspannen, lekker tijd met de kids doorbrengen. Maar wat ik niet vergeet, maar ik had het al gepland, zeg maar, voor de wedstrijd. Geboekt. En dat iedereen je nu kent. Dus iedereen... Allemaal met je op de even foto. Even een fotootje, dit en dat. En dat, ja. Ja, dat wordt wel steeds lastiger nu natuurlijk. Ja. Ook voor het gezinsleven natuurlijk. Dus in principe vind ik het altijd goed. Alleen als ik aan het eten ben, dan zeggen we van, dat snoe even straks, ja. Het staat wel op het punt van afscheuren, maar het geeft niet. Ja, maar zie je nou hoe stuk verder je bent als de eerste keer? Ja. Zit allemaal in je hoofd. Ja. Vijf, vier, drie, twee, één. Los. Hoppa, het is gehad. Oh, slapen. Good.
Kleine Rico ligt op bed. Of klein, Rico is natuurlijk nooit klein. Hij was al groot bij de geboorte. En daarna is hij als kind ook nog eens in een ketel met toverdrank gevallen. Het is vaak handig als je groot bent. Maar niet als je verdrietig bent, want dan zeggen ze... Doe even normaal, daar ben je nu echt te groot voor. Als je sterk bent, dan denken de mensen al snel dat je alles kunt hebben. Maar het loopt nu eenmaal niet altijd lekker vanzelf. Hij is nu 7 jaar. Hij heeft af en toe dingen gezien die je op zijn leeftijd helemaal niet moet zien. Voor zichzelf heeft hij nu al besloten om daar tegen niemand iets over te zeggen. Hij gaat het goed doen op school en met sport. Nou, in ieder geval met sport. En het is ook zo. Want opeens staat hij tegen de echte grote mannen van de wereld in de ring. Hij kijkt ze recht in hun ogen. Hij zoekt zich een weg naar binnen, dwars door hun ogen. Hij danst zich naar binnen. Hij schaakt om ze heen. Hij berekent zijn kansen en leest de onbeschermde plekken van de tegenstander. Hij ontwijkt en ontwijkt en pats. Dan opeens die combinatie. Rechts, rechts op het hoofd, trap op het bovenbeen. Nog een keer hard door met de rechterhand en dan een trap naar het achterhoofd. Nu hoeft hij alleen nog maar te kijken hoe de ander na een wankeling als in vertraging tegen het canvas dwarrelt. Hij wint. Hij schreeuwt het uit. Half mens, half adrenaline. Het stadion juicht. Zijn trainer knikt. Zijn vrouw kust hem. Voelt hij nou tranen? Dan hoort hij 2 kleine meisjes roepen. Papa, wakker worden. Waarom huil je? Papa droomde dat hij ongeveer even oud was als jij. En toen zag hij jullie... En toen was hij zo blij dat hij moest huilen van geluk. Waarom, vragen zij. Nou, zegt hij, omdat jullie het allermooiste zijn om tegen te komen. Ja, zeggen ze. En jij ook, pap. Uit de keuken roept Jackie lachend. Nou, dat valt af en toe wel mee. Ik zou boeken gaan schrijven als ik jou was. Wat doe je dat al? Nee. Schrijf alleen dit soort verhalen. Echt leuk. Echt mooi. Echt. Wie dan? Niemand schrijft zulke verhalen. Niemand. Wie dan?